Een beetje reclame, Mark. Een beetje reclame. Samen, Jacob. Jacob. Zo, Rijksmonument. Koopman, het is eigenlijk een soort allegorie van een koopman die zijn rijkdom min of meer etaleert. Waarschijnlijk ook een verbinding had met de Oost-Indische Compagnie, te zien aan die schepen. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen allemaal, omdat daar, het is ook niet bekend wie dat gobelijn gemaakt heeft. En het is natuurlijk ook helemaal verkleurd door de loop van het licht en de tijd. Want waarschijnlijk had het vroeger prachtige kleuren. Want soms zien we nog details, dan zien we nog een blauw draadje in lopen. En waarschijnlijk is dus om die bestaande schouw heen een schouw gebouwd in de ampierstijl. Want alles wat je dus verder ziet, de speertjes en de versieringen, met name hier, die bundel, een zegenbundel eigenlijk uit de Romeinse tijd. Maar die werd ook door de Franse Napoleon met name gebruikt, ook weer als element om de ampier aan te duiden. Dat is er allemaal omheen gebouwd. Dus wat met mij heeft gemaakt, dus een gelhaard, daar kan je dan gel in doen, dus dat hoort er niet bij. Maar wat nog wel interessant is, dat is een vloer, een typisch begin 19e eeuwse vloer, om dit effect te krijgen. En dat kan je ook zien aan de ballen in de voet. Als je goed kijkt, dan zie je bijvoorbeeld nog de teentjes staan en zo. Dan zie je nog, kijk, je ziet combinaties van de teentjes en de voet uiteindelijk staan. Dit effect. En waarschijnlijk, denk ik, dat het aanvankelijk ook roodachtig was, maar dat gewoon net zoals het gobelin in de loop der tijden is verschoten tot het bruinachtige. Uit de 16e Lodewijk, ik heb zelfs wel motieven gevonden, die zie je bijna niet meer terug aan die spiegel. Dat zou ook nog eerder op Lodewijk de 15e duiden, maar in het algemeen dat kun je zeggen. Ik zal er even een dicht doen, ik kom even aan deze kant. Lodewijk de 16e. Ja. Wat ook nog belangrijk is, deze schouw. Dit is hier. Zwarte schouw. Ja, daar heeft nog een ding in gezeten. Daar heeft nog een gietijzer. Daar heeft een gietijzer een bak in. Maar toen wij hier introkken. Dat is erg. Die flessen waren ondertussen te lang. Dat is echt veel gebouwd, hè? De plaats is natuurlijk ook zich even. Maar de baksteen komt er steeds eruit. Wat je ook gezien. Zo. Ja. Kijk, de kristal is hier. Ja, dat was hier. Hier is ook nog een doorgang. Dat is een fijn kelder. Moet ik even denken, is dat was. Het was ook hier. Hier had je op het mouwstukje, zeg maar. Zou dat de koekoek geweest zijn dan? Nee, het is een raamke. Een raamke was dat? Ja, nou kan ik me ook herinneren dat het een raamke was. Want dit is een tolkwelf, dus ik denk dat dit een heel oude kelder is. Ja, dit is een oude kelder, ja. Ik denk toch wel zeker uit 1600. Ja, maar dat was niet zo oud. Ja, het opmerkelijk is, ik denk, het zou best kunnen dat deze kelder ouder is dan de rest. Ja, dat is oude afschot, zeg maar, naar boven. En daar konden dus de tonnen, die konden daar overheen rollen. Hmm. Die werden daar gelost, kennelijk, in die tussengang. Want dat is de gang niet, hier. En daar werden ze dus gelost en dan rolden ze dus naar beneden en hier werden ze dan ingezet. Dan heeft daar een koekoek gezeten, maar dat is een koekoek, hè, die is maar zo hoog. Hè. En in het gemeentehuis is dat de grote nis, hè, weet je wel. Tot aan de vloer toe, dat kan nooit een koekoek geweest zijn, want dan is het kelder leeg. Maar dit is gewoon een inger, uitgang. Dit is een inger. Ja, een helling. Een helling was er. Ja, een helling, dat is de naam, een helling. Oké, dan gaan we nu maar, even. Maar hier hebben ze een labyrinth van gemaakt. Ja, onder steun voor die. Dat is wel zwaar, hè? Ja, nee. Steun. Ik heb een klein. Die kelder, hè? Het is heel dik. Recycled. Dat is waar hier op een gegeven moment. Poel. Sorry. Geen tekeningen of zo daarop? Nee, neem niks. Ik denk dat ze hier ook staan. Ik weet niet of er nog dit huis. Kijk maar. Het is allemaal. Ja, er wordt zoveel allemaal. Ja. Ik dacht dat de makelaar eigenlijk buiten op het dak stond. Nee, dan dacht ik ergens. Verbouwd is hier niks meer. Ja. Ja.
nog niet echt een keer dan. Dat is mooi. Dat is goed, dit is wel, hè? Met dit? Ja. Want er was met de 80-jarige oorlog beleg van Breda. En toen trok iedereen hier eigenlijk weg. En waarschijnlijk ook de bestuurders van Oostrak. Ja. Maar voor de verder rest waren dus de actes van verkoop van huizen, onroerend goed en die werden daarin opgetekend. Dat is bijna allemaal bewaard gebleven. Ja. Ja. Maar het gebeurde ook wel dat het bij de notaris werd neergelegd, de akte. Ja. En dat die kwijt zijn geraakt, die actes. Ja. Dat zie je heel vaak. Er zijn er wel van Oostrak, maar ze zijn ook wel naar de bergen gegaan bijvoorbeeld. En dan ging het uit de bergen en die hebben we niet. Ja. Als die te roerig waren, te roerige tijd, dan ging ze naar een notaris in Geert Radenberg, ja. Of in Breda. En dan werd daar wat aan naartoe geslepen natuurlijk. Als het goed is, zoals nu gaat dat dan, notarie naar een centrale bewaard, ja. In Apeldoorn, en daar gaat het dan het Rijksarchief. En dan komt het in het archief. Na 100 jaar. Dit is jonger, hoor. Ja, dit is... Een paar jaar gerelateerd. Dat is oude kaart. Dit is het niet, was het? Kijk, zitten er nog oude elementen in bovenin, of niet? Nee. Nee. Met nummer 2 hebben ze dus de kap ook een stuk gerestaureerd en die is al die elementen weer daar. Ah, ja. Ja. Dus de schaatsen, daar was allemaal aan gekapt. Ik heb wel eens begrepen dat het gebouw oorspronkelijk maar 1 verdieping had. En dat ja. De lijn was op lap gezet is. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Het is lager geweest. Ja. Ja. Wat zegt u? Nee, maar dat is een soort in wegen. Nee, maar nou, hetzelfde. Een bal. Precies hetzelfde. Kamp. Het is voor de schoorsteen, maar het is voor de schoorsteen te wegen. Ja, schoorsteen, ja. Ja. Ja, maar, nee, maar dat twee verschillende stenen. Kan ik dat duidelijk uithalen? Nee, daar niet. Daar moet het zijn.